Hoi en welkom bij Fem. De afgelopen maanden hebben wij zo enorm veel abonnees gekregen. Ik ben daar zo ontzettend trots op. Ik ben trots op de meiden, ik ben trots op iedereen eromheen. Het is gewoon echt, Fem is nog veel leuker dan we hadden verwacht en het is echt te gek. En vandaag heb ik een mededeling. Ik ga namelijk stoppen met het maken van video's voor Fem. Nee, ik ga niet helemaal weg bij Fem. Ik ga echter een beetje naar de achtergrond. Ik heb dit bedacht met Daan van Social en we zijn ontzettend trots op dit concept. En ik maak zelf ook iedere week een video, net als alle meiden. Ik heb het gewoon ontzettend druk en ik vind dat het belangrijk is dat de kwaliteit van Fem-video's heel hoog ligt. Dus ik heb ervoor gekozen om te stoppen met wekelijks een video te maken voor Fem. Maar ik ben niet helemaal weg. Ik denk mee over het concept, ik denk mee over de plannen van Fem, het creatieve ervan. Dus ik ben echt een beetje op de achtergrond. En laat andere meiden maar shinen. En dat brengt ook een plek voor een nieuw iemand. Namelijk Sunny. Sunny Verhoeven van Sunny Zoekt Geluk. Misschien kennen jullie haar wel. Zij heeft 1 keer eerder ingevallen voor Manon. En zij wordt de nieuwe vaste 5e persoon van Fem. Dan maar gelijk een algemene mededeling voor Fem. Want ik gaf al aan dat ik het druk had, maar ik ben niet de enige. Het is best wel lastig om elke week een goede video neer te zetten voor Fem. Dus we hebben wat nieuws. We gooien het schema een beetje om. We gaan van 5 video's in de week naar 3 video's in de week. Maandag, woensdag en vrijdag. En er zijn eigenlijk 2 weken. Week 1, dan komt er van Jamie op maandag een video online. Van Sharon op woensdag. En van Manon op vrijdag. In week 2 komt er van Charlotte op maandag een video. Van Sunny op woensdag. En op vrijdag is het dan G-Day. En G staat voor groep, gezamenlijk, gewoon met alle meiden, met een deel van de meiden. Maar ook bijvoorbeeld guest, dus bijvoorbeeld een gast die een video maakt. G-Day is gewoon een beetje ons creatieve dagje waar van alles kan gebeuren. Misschien zie je mij nog wel eens voorbij komen bij G-Day of iemand anders, nieuw YouTuber die je nog niet kent. En natuurlijk luisteren we naar al jullie comments en feedback. En ik denk dat het voor alle meiden fijn is om een beetje meer ruimte te hebben om 1 video per 2 weken te maken. En op die manier meer tijd eraan te kunnen besteden en nog leukere video's te kunnen maken. Goed, dat was hem dan, mijn laatste Fem-video voorlopig. Voor wie mijn eigen kanaal niet kent, dat is Beauty Gloss. Ik maak beautyvideo's en ik vlog dagelijks. En wat betreft Fem, ik ben er nog wel, maar een beetje op de achtergrond. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doeg! Vroeger kon ik hier wel 5 minuten over doen. Tegenwoordig gaat dat iets sneller.